Hallo. Dag Harry. Dag Sander. Goedendag. Hoe is het? Fantastisch. Ja? Ja, fantastisch. Ook voor jou heb ik er eentje. De Herengracht. Centrum. Ja. Helder water, hè? Moet je kijken. Fantastisch. Ja? Ja. Wordt steeds helderder in die Amsterdamse grachten. Ja. Maar er moeten ook mensen zwemmen van het zomer. Ja. Oh ja, natuurlijk. Ja. 3 juli. Hup. Duikje. Plons. Achter het Nederlands elftal aan. Je weet waarom ik hier ben, hè? Ja. Zeg het maar. De oranje camera, hè? De oranje camera. Ik ga bakken. Hier zit het legioen, Sander. Maar heb je al iets in je hoofd? Heb je al iets voorbereid? Ik ben al een tijdje mee bezig geweest, Harry. Maar, goed zo. Dat hoor ik graag. Ga je een toespraakje houden? Nou, ik doe liever een bestelling. Ho! Hij doet die bestelling! Oh! Nou, ik heb van Broncos laatst gehoord. Ah, nee. Wacht even. Dat is niet helemaal goed, Sander. Sorry. Nee! Je moet beginnen met legioen of zo. Weet je wel? Nee, ik denk ik begin even een voorstukje en dan begin ik met mijn bestelling. Oh, er komt eerst een voorstukje? Ja. Oh jee, er komt eerst een voorstukje. Nog leuker. Ik zeg, dus ik heb net Van Broncos gezien vorige week. Ja. En die had het over het legioen, dat het allemaal helemaal stil moet zijn als de tegenstander aan de bal was. Ja. Maar ik wil het ook een beetje nog verlengen. Oké. Is dit het voorstukje dan? Dit was het voorstuk. Ja, klopt. Sorry. Oh, we gaan weer door. Okay, ja, we gaan weer door. We gaan weer verder. Nou, dan wil ik graag dat dat is heel licht. Legioen, oh, ja, zeg je dan. Sorry. Of beste legioen. Best legioen of beste legioen? Ja, best legioen. Doe maar legioen. Legioen? Ja. Oké. Legioen. Wat ik graag wil, is bij corners en vrije trappen, dat we met z'n allen, 50.000 man, het hele stadion zit vol, veel in de aanloop, en het hele stadion gaat gewoon no. Je kent het wel? Een liedje! Weet je wel? Hebben we nog niet gehad? Een liedje! Leuk, Sander! Een liedje! Oh, dat vind ik goed zeg! Dus zo gauw de tegenstander, die neemt een hoekschop, of een vrije schop, dan begint allemaal het hele stadion tegelijk no. Wat denk je hiervan? Dat er nog even bij? No. Ja, een ruitenwissertje. Vind je het wat? Ja. Vind je dat leuk? No. Ja, dit. No. Ja? No. Stuk beter. Ja? Stuk beter. Moeten we gelijk doen. Zeg het er nog even bij. Zeg het er nog even bij. Met no gaan we met de vingertjes van rechts naar links. Ja. De ruiten wissen. Ja, beter. Dus no, beter. Ja, leuk. Leuk even. No. Niks meer aan doen. Ik vind het fantastisch. Ga je nog even gedag zeggen? Ik ga even gedag zeggen. Oké. Nou mensen, als we dat allemaal met 50.000 tegelijk doen, succes verzekerd. Ik zie jullie in de zomer. Juist. Goed? Ja. Ja, dat is goed. Normaal gesproken heb ik altijd nog 3 dingen om mee te nemen voor op je kamer in het trainingskamp, Sander. Maar in dit geval heb ik er maar 1. Aha. Ik laat je niet eens kiezen. Kijk eens. Nee, je krijgt er maar 1. Want dit is hem gewoon. Dit is helemaal super. Kijk, dit is een wekkerradio. Oh. Met boodschappen en alles erop. Okay. Moet je horen, als je dat dan indrukt, dan krijg jij een enorme leuke boodschap 's morgens. Daar gaan we, hè. Goedemorgen, Sander Westerveld. Weer een nieuwe dag op weg naar Europees kampioen. Want dat word jij. Daar ben ik heilig van overtuigd. Jij wordt Europees kampioen met Nederland. Dan kijk je later terug op je carrière in het jaar 2000. Sander Westerveld, Europees kampioen met Nederland. Ronald Koeman. Ja, Ronald zelf. Europees kampioen hemzelf. Ja, hartstikke leuk toch? Fantastisch. Huh? Fantastisch. Nou, die mag jij hebben. Dankjewel, Harry. Die is voor jou. Dankjewel, Ronald. Ja. Dankjewel. Sander, de finale nog even. Ja, de finale. Het mooiste zou zijn voor mij Nederland-Engeland. Nederland-Engeland? Ja. Oké. Uitslag? 2-0, Nederland. 2-0? Ja. Nou, goed. Dan worden we dus. Ja? Ja? Nou, Sander, ik wens jou heel veel succes met Nederland zelf en een hele mooie zomer toe. Dankjewel.